De kennis en de know-how die een start-up binnenbrengt, wordt eigenlijk in de organisatie geabsorbeerd. Door het feit dat wij een zestigtal, we noemen het Orange Fab ambassadeurs, hebben in de organisatie. Teammembers die zich kandidaat stellen om een start-up en een acceleratie van een start-up te omkaderen. En op die manier wordt eigenlijk de kennis en de know-how die de start-ups binnenbrengen, wordt die eigenlijk in de organisatie geabsorbeerd en doorgegeven. Die Orange Fab ambassadeurs die rapporteren ook regelmatig terug naar de organisatie wat hun bevindingen zijn, hun observaties, hun lessons learned, etc. Die agility binnenbrengen in een corporate bedrijf is een heel belangrijk aspect waar we telkens weer op verbeteren. Wat concreet betekent dat bijvoorbeeld een proces om een validatie te doen van offerten, dat het veel sneller gaat in het kader van het Orange Fab acceleratieprogramma dan het normale governance proces in het bedrijf. Als we kijken naar de toekomst, zijn er verschillende pistes die we graag zouden bewandelen. Ik denk de rationele piste is dat we echt nog meer toepassingen willen maken puur voor sales teams op de baan en voor grote customer service departments. Mijn droom is nog altijd om meetings te kunnen doen met een bot bij, waar dat op het einde van de meeting de bot alles doet wat er tijdens de meeting gezegd is. Hè. De uitwisseling tussen de start-ups op zich is ook heel rijk om nieuwe technologieën met elkaar te combineren. Een mooi voorbeeld is CommuniThings, want daar zijn we aan het kijken van kunnen we daar niet. Zij hebben een aantal smart sensors, zouden die kunnen voorzorgen als iemand naar het Orange gebouw rijdt, dat die kan bellen aan een bot en zeggen van waar is er nog een parkeerplaats vrij. Dus dat zijn heel leuke synergieën waar we vandaag mee bezig zijn.